Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een first impression video voor je, waarin ik deze twee poeders ga uittesten. Dit zijn de Go Flawless Set It Powders van Max & More. Ik heb deze in een van mijn Action Shop blogs laten zien en toen kwamen er toch wel reacties dat mensen benieuwd waren naar de poeders en of ik er wat meer over zou willen laten weten. Dus ik dacht, nou weet je wat, waarom maak ik er niet gewoon een first impression video van? Kan ik gewoon samen met jou de poeder gaan testen en weet je ook meteen wat ik van de poeders vind en hoe het een beetje in zijn werk gaat. Ik heb dus twee varianten. Ik heb de Pretty Peach en ik heb de Crazy Coconut. En ja, die wil ik dus met je gaan testen. Dus ja, mocht je benieuwd zijn wat ik van deze poeders vind, hoe het allemaal een beetje in zijn werk gaat, ga ik je allemaal in deze video uitleggen. En uiteraard laat ik je weten of ik je de poeders zou kunnen aanraden of niet. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik heb mijn gezicht in zoverre klaargemaakt dat er nu foundation op zit en ook concealer. En ik ga op de linkerhelft van mijn gezicht ga ik de Crazy Coconut poeder aanbrengen. En op de rechterhelft van mijn gezicht de Pretty Peach poeder. Maar ik wil je eerst even wat meer informatie geven over de poeders. Het zijn dus Scented Setting Powders. Het zijn dus losse poeders. En deze poeders zijn dus heel geschikt om je gezicht te baken. Dat houdt in dat je de poeder aanbrengt met een wat dikkere laag op de gedeeltes waar je bijvoorbeeld wat meer wil, waar je meer gaat glimmen. Of waar je bijvoorbeeld gewoon het fijn vindt als het wat beter zet. Dat betekent dat je de poeder aanbrengt en het dus eventjes laat intrekken. Nou, ik ga eerst even wat meer informatie geven over de poeders. Dit is dus de Pretty Peach. Achterop staat dat het een smooth powder is, die mat is. Je kunt de poeder aanbrengen in een heftigere laag onder de ogen. Je T-zone, dat is dus dit gedeelte. Je lachrimpeltjes en chin. Om je make-up dus te baken. Je moet het dan een paar minuten laten intrekken. En dan ga je het wegvegen met een fluffy kwast. En hiermee zou je de perfecte finish creëren. Er staat verder niet heel veel op. De ingrediëntenlijst staat er nog wel op. In deze potjes zitten 22 gram aan poeder. Dus dat is best wel veel. Dat kun je ook eigenlijk wel zien. Dat het best wel grote potjes zijn. En ja, ze zijn ook nog vegan, dus dat is natuurlijk wel heel fijn. Laten we gewoon eventjes de pot openmaken, zodat we ook kunnen zien hoe de binnenkant eruit ziet. Oh, daar ben ik dus iets minder enthousiast over, want hij zit dicht gesield. Ik zal je het even van dichtbij laten zien en dan vertel ik je even waarom ik dit wat minder prettig vind. Ik laat de opening even van dichtbij zien. Dan zie je eigenlijk heel duidelijk dat de poeder is afgesloten door een plastic stickertje. Dit vind ik zelf een beetje jammer, want je hebt tegenwoordig ook poeders die zijn afgesloten met een plastic dopje die je dus kunt dichtdraaien. Het probleem is bij zo'n sticker dat als je deze opentrekt, hij eigenlijk niet heel lang meer plakt en de poeder ook gaat lopen. Dus stel je zou deze poeder mee willen nemen op vakantie of iets dergelijks, dan heb je kans dat er heel veel poeder verloren gaat. Dus dat vind ik wel jammer, want dat heb je met zo'n plastic dopje niet, omdat je hem kunt afsluiten. Daardoor vind ik de poeder iets minder geschikt om mee te nemen voor bijvoorbeeld op vakantie of een weekendje weg. Voor mij is het niet echt een heel groot probleem, omdat ik zelf toch niet wegga en de poeder niet zal meenemen. Maar ja, als je dit wel van plan was, dan vind ik dat wel een minpuntje. Je ziet ook best wel wat kleurverschil tussen de poeders. Je moet wel heel goed kijken. Het is heel licht, want deze lijkt iets donkerder. Op camera toont hij dat niet, maar hij lijkt iets donkerder als de Crazy Coconut variant. Maar goed, we gaan het gewoon aanbrengen. Ik heb even een sponsje en dan ga ik jullie even wat inzoomen. Maar ik ga eerst eventjes de poeder openen. Hij zit goed dicht, moet ik zeggen.
Ik trek hem niet helemaal open, want eigenlijk heb ik nu al wat gaatjes waar gewoon de poeder doorheen kan. En ik ga dus beginnen met de rechter heel helft van mijn gezicht. En ik ga dus gewoon wat van de poeder aanbrengen in de deksel. Zo, ik heb er wat in zitten, kan er altijd wat bij pakken. Ga ik jullie inzoomen en dan gaan we eerst het rechter gedeelte van mijn gezicht beken. De poeder die ik, waar ik het niet gebeekt wil hebben, ga ik gewoon los aanbrengen op mijn gezicht. Zo, ik heb jullie wat ingezoomd. Ik heb hier het sponsje en daar ga ik gewoon wat van aanbrengen van de poeder op de spons. Je ziet eigenlijk dat hij eigenlijk al best wel goed oppakt. Dit ga ik dus gewoon onder mijn ogen aanbrengen. Want daar wil ik het gebeekt hebben. Dit doe ik ook een beetje op het gedeelte zo bij mijn neus. En hier zo, boven de ogen, want dat is zo'n beetje de T-zone. Je mag dit best wel dik doen hoor, want ja, het ziet er nu heel gek uit. Maar als het gebeekt is straks, dan ga je dat verschil heel goed zien. Nog een beetje bij de neus zo. Nou, dan ga ik de overige poeder die nu nog in het bakje zit, die ga ik dus nu over mijn gezicht gewoon aanbrengen. Zo, hier zo. Ook langs de nek zo. Dan zie je eigenlijk heel goed de laag nog zitten. Dat gaan we nu ook even met het andere deel van mijn gezicht doen. En daar ga ik dus de blauwe poeder voor pakken. Dus ik doe eigenlijk precies hetzelfde als net. Ik ga hem openmaken. Ik doe wat in het potje of in de deksel. En dan kunnen we dus straks ook zien of die daadwerkelijk kleurverschil heeft. Ik moet wel zeggen dat de kokosnootgeur heel erg tot zijn recht komt. Deze lijkt zelfs nog donkerder als die andere, maar het kan ook gezichtsbedrog zijn. Ik pak nu de andere kant van het sponsje. En dan doe ik eigenlijk precies hetzelfde als ik net bij de andere kant deed. Ze brengen het lekker royaal aan. Oh, die kokosnootgeur is heel erg overheersend. Ik rook die andere wat minder. Ook weer bij de neus. Ziet er heel gek uit nu natuurlijk. Ik heb toch het idee dat de kokosnoot variant lichter is dan de andere. Het kan ook zijn dat die al een beetje begint in te beken. Zo, we doen gewoon nog een extra laagje. Hatseflats. Lijkt wel een ninja zo. Alleen ik ben wit en niet groen. Dan ga ik even met een schone kwast. Ik ga niet dezelfde kwast gebruiken. De rest van de poeder even over het gezicht verdelen. Hatseflats. Oeh, hij poedert wel heel erg. Je moet echt je kwast heel goed aftikken. Want je merkt wel dat hij echt... Oeh, heel erg veel kleur nalaat. Dit gaan we nu eventjes laten intrekken. Ga ik even de rest van mijn gezicht gewoon verder afmaken. En dan kom ik bij jullie terug, zodat we de poeder kunnen weghalen. En ook even kunnen zien of het goed ingebakken is. A few minutes later. Zo, daar ben ik weer. De poeder heeft nu eventjes lekker kunnen intrekken. Ik vind wel dat de roze poeder veel beter intrekt als de blauwe poeder. Want ze hebben eigenlijk...
ja, de roze poeder heeft er misschien een paar minuutjes langer op gezeten. Nog niet eens eerder secondenwerk, denk ik. Maar de blauwe poeder die trekt toch minder goed in, vind ik. Want daar zie je nog de hele laag en hier zie je hem eigenlijk al wel vervagen. Maar goed, we gaan het gewoon proberen weg te sweepen. Dus ik ga beginnen met het rechtergedeelte. Nou, die zal niet heel veel moeite hebben, omdat er al niet heel veel poeder meer zichtbaar is. Nou, die zwiept eigenlijk heel makkelijk weg. Ik vind het resultaat echt wel heel erg goed. Daar was ik ook niet zo bang voor, omdat je die al niet heel goed meer zag. Maar dan gaan we nu eventjes kijken wat de blauwe poeder gaat doen. Oké, nu de blauwe variant wegzwiepen. Hij zwiept wel weg, maar je moet hier wel wat meer moeite voor doen. Hij ziet hem niet meer. Op zich valt het eigenlijk best wel mee qua kleurverschil. Want ik had wel het idee dat de blauwe poeder toch wat lichter was als de roze. Maar ik vind het toch wel gek dat die wat minder goed in bakt, zeg maar, dan de roze variant. Maar goed, hij ziet op zich wel makkelijk weg. Dus dat is niet echt het grootste probleem als ik het zo bekijk. Nou, de eindconclusie van de poeders. Laat ik vooropstellen dat ik Pretty Peach niet echt een geur vind hebben. Dus die vind ik meer geurloos. De Crazy Coconut die heeft echt een hele lekkere kokosnootgeur. Het is me zeker niet tegengevallen. Het aanbrengen gaat eigenlijk heel makkelijk. Ze zijn, het poeder vliegt wel een beetje overal heen. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Ik heb nu echt het idee dat het ook wat in mijn oog zit. Maar dat kan ook aan mij liggen. Ik vind het wel gekkig dat de blauwe variant minder goed intrekt dan de roze variant. Want die zag je gewoon eigenlijk heel goed intrekken. En de blauwe die bleef er toch best wel als een dikke laag bovenop liggen. Misschien had ik te veel aangebracht. Maar goed, weet je, het is ook een first impression. Dus ik, ja, het is voor mij ook de eerste keer dat ik deze poeders test. Dus dat is voor nu mijn mening. Kijk, als ik de poeders vaker kan gaan gebruiken, kan het zijn dat mijn mening nog verandert. Maar ik denk, op zich, als je nieuw bent in het hele gebeuren, dat ik eerder de roze zou aanraden, omdat die gewoon net iets beter intrekt. De blauwe kan natuurlijk wel, alleen daar moet je gewoon iets harder bij vegen om de poeder weg te krijgen. Ik heb ook het idee dat de blauwe wat meer in de lijntjes trekt dan de witte, dan de roze. De roze die trok niet zo in de lijntjes en toen ik de poeder had weggehaald en ik keek nog eens even goed, zag ik gewoon heel goed dat die blauwe meer in de lijnen was getrokken. Dat vind ik wel een beetje gek. Dus ja, ik heb een beetje gemixte gevoelens, want deze vind ik echt super goed. Die zou ik zeker aanraden. Deze twijfel ik een beetje of ik deze echt zou aanraden. Hij is op zich fijn, maar wat ik dus zeg, hij blendt wat, bakt wat minder makkelijk in. Het wegsweepen gaat op zich goed, alleen kost het wat meer tijd en hij trekt wat meer in de lijntjes. Dus als ik heel eerlijk moet zijn, denk ik dat als je zo'n poeder zou willen proberen, je beter voor deze kan gaan. Ook omdat deze geurloos is. Mocht je echt van een geurtje houden, ja, dan is de blauwe wel weer heel geschikt. Maar ja, ik denk toch dat mijn voorkeur eerder uitgaat naar de roze variant. Gewoon omdat ik toch merk dat het een iets ander poedertje is dan de blauwe. Het is heel gek, het komt uit dezelfde lijn. Het zijn twee dezelfde poeders, maar toch is de werking iets anders. Ik hoop in ieder geval dat je wat aan deze video hebt gehad. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je ook zelf van plan bent om deze poeders te gaan proberen. Of dat je juist denkt naar aanleiding van deze video, goh, ik skip ze, want ik vind het bijvoorbeeld te veel werk met dat bakken en zo.
Dat kan natuurlijk ook, maar ik ben wel heel erg benieuwd naar jouw mening en welke jouw voorkeur dan zou hebben. Toch de Pretty Peach of de Crazy Coconut? Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Je kan erop het rondje met mijn gezicht drukken. En op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Zou ik het leuk vinden als je je duimpje omhoog zou willen doen? Dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien.